Bikwik 1887 heeft zondag in de topklasse in de slotfase de winst weggegeven. In Veldhoven won Una met 4-3. De Groningers kwamen na een 2-0 achterstand bij rust sterk terug. Een eigen doelpunt van Una en treffers van Aaron Strenghold en Brian Inge zetten Bikwik op een 3-2 voorsprong. Twee goals van Jelle Schijvenaars in de slotfase kostte Bikwik de eerste zegen. Bikwik 1887 staat laatste in de topklasse met slechts 2 punten. Oranje Nassau heeft de koppositie gegrepen in de eerste klasse E zaterdag, na een 4-1 thuisoverwinning op LTC uit Assen. ON kwam na 28 minuten op een 1-0 voorsprong via Jaap Jacobs. Na de pauze liep ON uit naar 4-0 door Leslie Vellinga, een eigen goal van LTC en Robin Brander. In dezelfde klasse verloor PKC 83 in Bergen met 2-1 van BCV. Alle doelpunten vielen na de pauze. Erdem Yeni scoorde vanuit een strafschop voor PKC. De Groningers zakten naar de 6e plaats. De basketballers van Gasterra Flames hebben zaterdagavond hun eerste competitiewedstrijd verloren. In Leiden werd het tegen ZZ Leiden 69-63. Flames, zonder de geblesseerden Dan Coleman, Arvin Slachter en Jesse Voorn, stond het grootste deel van de wedstrijd achter. Halverwege het laatste kwart kwamen de Groningers langs zij, 55 gelijk. Maar daarna maakte de thuisploeg een 9-0 run en was de wedstrijd gespeeld. Topscorers bij Flames waren Cashmere Wright met 23 punten en Jason Dourisseau met 15. Nick verloor voor de 6e keer in de Eredivisie A. Op eigen veld verloren de Groningers met 24-17 van KZ. Nick heeft 0 punten uit 6 wedstrijden. Abiant Lycurgus speelde zijn laatste oefenwedstrijden voor de start van de competitie. In de eigen Alpha Hall werd met 3-0 gewonnen van Rotterdam. Tegen SSS uit Barneveld werd met 2-1 verloren door de ploeg van Arjan Tai. Volgende week zaterdag begint de competitie voor Lycurgus met een thuiswedstrijd tegen VCV.